Het programma T-Voice of Holland is natuurlijk al een besmet programma door wat er allemaal gebeurd is. En nu is er een brief, opgesteld door oud-medewerkers, die naar verschillende media is gestuurd. Victor Vlam heeft het schrijven openbaar gemaakt. Aanleiding voor de brief zijn de uitspraken van Peter van der Vorst. Die liet onlangs weten aan een terugkeer te werken van T-Voice. De oud-medewerkers, die anoniem willen blijven. ...geven aan grote bezorgdheid en frustratie te hebben over het plan van Van der Vorst... ...om het programma terug te laten keren. Er wordt melding gemaakt van nog veel meer wangedrag en zelfs over doofpotten. De zaken rondom Ali B. en Jeroen Rietbergen zijn wellicht de bekendste voorbeelden... ...maar deze daden zijn slechts het topje van de ijsberg. In de brief komen een aantal bekende namen voor. Zo worden onder meer Jan Slachter, Sven Sovee en Peter van der Vorst genoemd. Maar het gaat nog veel verder en met name Peter van der Vorst en Sven Sovee moeten zich grote zorgen gaan maken. De briefschrijver eindigt het epistel namelijk met de volgende woorden: Waarschijnlijk worden Van der Vorst en Sove herinnerd als de Epstein en Weinstein van Hilversum. Weer HBNS-nicht gewust zal niet opgaan voor de heren. Met vriendelijke groet, oud, medewerkers van T-Voice of Holland NRTL. Mediakenner Victor Vlam, die de brief openbaar heeft gemaakt, vindt dat de medewerkers met feiten moeten komen. In de brief staat echter duidelijk aangegeven dat de oud-medewerkers anoniem willen blijven uit angst voor de manier waarop RTL, ITV en Talpa omgaan met klokkenluiders en meldingen van wangedrag. Wat er allemaal waar is van de aantijgingen, zal moeten blijken. Maar dat Peter van der Vorst vandaag niet zo lekker zou gaan slapen, is wel duidelijk.